Hallo Kersonite, ik ben Mark en vandaag hier weer met Hazelbaan Rivier. Vorige aflevering heb ik dus als Nederland nog een beetje, gekloot, dat zou ik wel zeggen. Maar vandaag ga ik als Roemenië eens een keer spelen, omdat ik dat ook best wel interessant land vind om te proberen. Dus dat gaan we dus vandaag een keertje doen. Ik ga dus als eerste Joegoslavië proberen te overnemen, dat zal waarschijnlijk wel moeten kunnen. En ja, daarna kunnen we dan gewoon verder met andere dingen. Maar dat zien we dan wel weer. We gaan even wat inkopen. Zo. En ik ga in ieder geval voor de Sovjet-Unie grens zet ik wel een fortlinie neer. Ook al hebben we in ieder geval hier al een hele, ja, hoe zeg ik dat, een rivier ertussen zitten, wat dus voor ons heel erg handig is. Misschien ook maar een beetje hiervoor doen, denk ik. Dat leek me wel verstandig. Oké, dat moeten we aankomen. Dan gaan we in ieder geval alvast deze eventjes regelen. We hebben in ieder geval light tanks, dat is mooi. Waarschijnlijk hebben we ook al artillerie. Ja, dat is ook heel mooi. We kunnen in ieder geval wat troepen alvast gaan trainen. Dus daar ga ik ook gelijk gebruik van maken. En ik weet niet of we gelijk al oorlog kunnen verklaren aan Joegoslavië, maar het zal wel fijn zijn. Oké, we gaan ook even convoys regelen. Dat is ook even handig om te hebben. Oké, we beginnen. Oké. Dat kan dus nog niet, dus we moeten even mee wachten. Het probleem is dat we dus ook geen air superiority kunnen regelen, dus dat is wel heel erg jammer. Maar dan moeten we goed komen. Dat is nieuw, dat heb ik nog nooit gezien. Nou ja, het zal wel handig zijn, denk ik, voor later. Hoe zit het eigenlijk met onze divisies? Ah, gewoon normale. Mooi. En we hebben ook support artillerie, dus dat is ook wel fijn. Hebben we toevallig hier tanks tussen zitten? Ja. Eén tank divisie maar. Ach ja. Oh. Maar ik wil dus wel als fascisme gaan. En dan gelijk Joegoslavië aanvallen. Misschien dan ook nog Bulgarije. Lijkt me ook wel handig om te hebben. Want dan hebben we in ieder geval al wat beter front. En dan hebben we ook wat meer resources, zoals je kunt zien. Vooral als we veel tanks en zo willen maken met chronium. Zal dat allemaal wel handig komen. Oké, we kunnen in ieder geval even de fascistische dat ding toe gaan. Wordt geen Nederlands, by the way. Ja, deze. Ik wil er nog wel even bij. Mooi. We hebben één submarine, vier destroyers. Oké, dat is wel mooi. We hebben in ieder geval ook alvast een persoontje die ons kan helpen. Ik zit er ook daarna over na te denken om misschien Turkije over te nemen wanneer we Bulgarije hebben. Maar dan zou waarschijnlijk wel de Tweede Wereldoorlog al lang zijn gestart. Maar dan kan het ook wel handig zijn als ze bijvoorbeeld hier willen helpen. Hebben ze deze kleur veranderd? Ligt er nou weer aan mij? Nou ja, Ethiopië, dat valt toch. Oh nee, we kunnen beter eventjes dit doen. Even wat meer fulfilling factories doen. En dan gaan we even onze borders beter fortificeren tegen de Russen. Want ik denk dat we daar nog wel in een conflict mee gaan. Dat lijkt me haast wel logisch. Dus ik ga ze in ieder geval alvast hier neerzetten. Dus ik kan ook alvast wel beter hier wat van maken. Nu hebben we geen motorized infantry. Oké, dat is wel een beetje jammer.
kijken. Weer in ieder geval een betere tank. Dan zetten we deze even op het voorste gebied. We zouden de panzerkant toe kunnen gaan. Dat gaan we ook waarschijnlijk wel doen. Dat is wel handig. Ik kan beter toch deze in ieder geval even in het Oekraïnische gebied neerzetten. Oké, militarism. We mogen meer troepen te krijgen. Dat zou wel heel handig kunnen zijn. Chili heeft de oorlog verklaard aan Chili. Oh! Toppie. Hoeven we daar ook niet meer aan te regelen. Mooi. Moeten we hier nog even doen. Oké, natuurlijk nog even. Oké, top. Oh nee, deze die kunnen we dan... Nee, laat ik deze toch wel eens neerzetten. Want als we deze divisies zo dadelijk in Joegoslavië klaar hebben, kunnen we in ieder geval heel makkelijk Bulgarije even overnemen. Oké, niemand die wil in ieder geval tegen ons gaan. Dat is wel fijn. Oké. In ieder geval heeft Iran goed gehandeld om in ieder geval zijn olie nog wel een beetje op peil te houden, laat ik maar zeggen. Dat is makkelijk. Oké, wanneer hebben we oorlog? 7 mei en 22 augustus. Oh, dan. Ziet eruit dat de communisten hier gaan winnen. Op het moment dan, hè. Kans is wel groot. Ja, ik denk het wel. Military Youth, krijgen we nog meer troepen erbij. Nog meer troepen van de Noko. Oh, we kunnen er nog één. Defense. Oh, de Benelux is ook al gevormd. Dat hebben ze heel snel gedaan. Oh, en de 7e Pact is ook al gevormd. Dus als we Turkije gaan aanvallen en ze hebben de 7e Pact nog, dan is de kans wel groot dat we nog met Iran of Irak en Afghanistan te maken hebben. Maar als we dat gebied hebben, dan zitten we echt heel goed. Vooral voor de Sovjet-Unie. Ja, om hun dan kapot te maken, niet om andersom. Dat lijkt me wel heel apart. Even zien hoe het. Even kijken. Dat is niet heel erg goed. Nou, komt waarschijnlijk nog wel goed. Maar hey, dat zien we dan wel weer. Naval Speed. Dan heb ik ook wel handen op hem. Ze zitten in ieder geval nog niet in de Axis. Dus ik kan nog van alles doen.
Ja, ik heb de troepen wel nodig en het land ook van Joegoslavië in Bulgarije. Vanwege dat die twee landen ook wel heel wat willen claimen van Roemenië. Net zoals Hongarije eigenlijk, maar we gaan het wel zien of we dat gaan doen. Anders nemen we gewoon oorlog. Dan zit Roemenië wel heel goed. Oké. Het is bijna april. En dan moeten we nog eventjes door naar mei. Kijk. Ja, een nationalistisch Spanje is wel over en uit. Oké, de eerste Sphering Factory is bijna klaar. Mooi. Oké, oorlog. Panzervuist. Oké, dat is wel heel makkelijk. Toch wel makkelijk, dus dat is wel fijn. Eigenlijk nog even hier neerzetten en een beetje support. Oké, Joegoslavië is bijna kapot. Als je nog wel even Zagreb pakken of zo. Daarna hier naartoe gaan. Top. En dan over naar hen. Oké, we hebben ook wat meer neveldokjas, dat is ook wel fijn. Dan zouden we in ieder geval nog even wat. Zeg maar dezelfde, toch? Oké, okay, 4. Okay, ik heb nu in ieder geval de justification. En alleen Nederland die wil hun gaan helpen. Dus ja, dat wordt wel heel easy. De Benelux heeft toch niet veel nut. Beter artillerie. Missing equipment. Fighters. Aha. Duitsland helpt maar alvast. Dat moet wel de pedoschil zijn.
Major Faction, dat is, of de Major Leader, is dus Nederland. Ja, dat klopt dus echt geen zak van. Maar... Oké, in ieder geval Duitsland helpt ook. Oké, de Luxemburg is kapot en Bulgarije is persoonlijk daar ook kapot. Nederland en België zijn nog als enige over. Top. Bulgarije, die wil ik wel graag. Oh. Als Duitsland nog niet sluit meegrijpt, dan... Kan ik Nederlands als Indië puppeten? Nee, dan. Het zal allemaal wel. Ik denk dat het van deze aflevering wel weer op zit. Want we hebben in ieder geval weer wat progressie kunnen maken. We hebben in ieder geval de Benelux om beter kapot te krijgen. En we hebben nog geen oorlog met de geallieerden, dus dat is ook wel fijn. En ik ben nu best wel, ja, al ver. Ik heb Joegoslavië, de hele Bulgarije. Dus ik hoop het leuk vonden. Geef vaak een verhaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.